vertelde zo wel meer over eerst een stukje Waarom staan die gasten hier? Nou, dit is de Luttenberger Ring. Hier werden vroeger de Raalte races verreden. Dit is dus een stratencircuit, hè? Op slechts, het zal het zijn, 30 auto-minuten van de Randstad. Hè? Amersfoort is dan even de rand van de Randstad voor mij. Alhoewel ik dat gewoon een onwijs boerengat vind. Dit is uit de tijd dat gemeentes nog concurreerden om stratencircuits aan te leggen in plaats van milieuzones. Hè? En die mooie oude tijd. En het comfort en de praktische inzetbaarheid van deze Huracan Performante, die zijn ook wel ongeveer uit die tijd. Ja, dit, zeg maar, de auto waarmee Lamborghini Nürburgring record weer pakte, is echt crème de la crème. Alles wat ze weten is hier ingestopt. Nog steeds die mooie V10. Kennen we natuurlijk ook van de zustermodel van deze Huracan, de R8, die ook in, maar voor de Performante 30 hele pk extra, 640 pk, mooie waarde, 5,2 liter atmosferisch, hè? Dus dit is gewoon puur natuur. Dat is natuurlijk helemaal geen puur natuur, maar uiteindelijk wel. Ze benzine steken gewoon in de brand en dat is dus een vrij natuurlijk proces verder. Maar geen turbo's dus. Koppel 600 Nm. Aardig. Wat leuk is om te weten. Vanaf stationair heeft hij al 70% van dat koppel. Dus dat hebben ze dan toch wel goed gedaan. En dat betekent dat dit echt freaking bloedsnel apparaat is. 2,9 seconden naar 100, 8,9 seconden naar 200, tot zo'n meer dan 325 km per uur. Is, hij heeft dat lichtvoetige wat een echte sportauto een beetje kenmerkt. En dat is vaak bij die echte supercars mis je dat wel een beetje. Natuurlijk gewoon echt te veel pk en te heftig allemaal. En deze, hij lijkt wel, zeg maar, mooi te draaien eigenlijk continu om zijn as. Als je instuurt en je gaslift en dat soort dingen, dan voel je dat hij, zeg maar, een soort dynamisch is. Een soort balletdanser of danseres. Ik kijk persoonlijk liever naar balletdanseressen dan naar balletdansers. Komt door een aantal dingen natuurlijk. Vierwielaandrijving. Komt ook door gewichtsverdeling. 57% van het gewicht is op de achteras. En heel belangrijk, actieve aerodynamica. Alla aerodynamica Lamborghini Attiva. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, vast niet. En daarmee kan die torque factoring doen. Dat betekent dat er nog 4 punten op die auto, waaronder de achterspoiler. Kan die, zeg maar, aan één kant lucht erdoor laten, zodat je minder downforce hebt. Ja, let goed op. Deze auto heeft heel veel downforce. 750% meer dan de Huracan Coupé, de normale. Nou, heeft hij ook niet zo'n achterlijke spoiler, dus dat is al snel gewonnen. Maar er kan dus lucht door die spoiler heen gaan en dan heb je dus geen downforce. En haal je dus ook een hogere topsnelheid. Maar daarmee kan je dus ook die dynamiek in dat weggedrag voor elkaar krijgen. Heel erg mooi. Wat ook heel mooi is, interieur vind ik echt fantastisch. Alleen ik zou graag 15, 20 centimeter kleiner willen zijn. Het is echt eigenlijk niet. Als ik gewoon rechtop ga zitten, gewoon normaal, dan heb ik mijn stoel eigenlijk niet zoals ik hem heb. Ik zit gewoon letterlijk klem nu tegen het plafond. Dus ik zit een beetje onderuit gezakt. En dan nog moet je een beetje zo in je nek. En anders kan ik ook gewoon niet lekker naar buiten kijken. Als je dat vraagt, waarom hebben Italianen altijd een zonnebril op? Nou, omdat ik gewoon te weinig hoofdruimte. Ik kan hem niet. Ik ga het zo laten zien. Ik kan hem niet op mijn hoofd laten. Dus moet ik of op
Maar het is natuurlijk tegenwoordig onderdeel van het Volkswagen concern, Lamborghini, dus ze hebben daar meer over nagedacht. Ze hebben hier een aantal zonnebrilhouders voor ons op het dashboard gemaakt. Kijk, dit is één. We hebben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je zou dus 8 zonnebrillen heb je houders voor. In een Huracan Performante. Dus ik denk dat in de normale Huracan er misschien nog wel meer zonnebrilhouders. Maar kijk, dit kan dus wel. Dat weet ik goed, maar dan gaat wel mijn haar door de war. Maar als ik dit doe, dan zit hij gewoon echt... Ja, echt deze auto, deze roept zeg maar enorm veel positieve reacties op. Zo'n onwijs onpraktische auto. Dit is echt zeg maar typische Italiaanse supercar. Met echt zeg maar, alle nadelen, alle irritaties. Kofferbak, onwijs klein. Kan nog een cameratas. Kan ook zo mee in het vliegtuig. Vol. 100% capaciteit. Nu snap ik John Olsen met zijn skikoffer op die Lambo's. Hij wilde gewoon 2 onderbroeken meenemen. Dat kon dus anders niet. Hey, maar voor mij kun je hier nog precies overheen kijken zo. Dat zijn echt eigenlijk alle kenmerken van een echte Italiaanse supercar. Je kijkt daar en denk je, wow. Geluidje, wow. Tunneltje, tunneltje. Het gaat bijna mijn oor. Jezus, maakt het ding herrie. Praktisch bruikbaar. Ja, niet handig. Kijk, zo even op de snelweg voor een baan verwisselen is niet zo'n probleem. Als de braai echt gaat hoepelen, het is echt ontzettend irritant. En hier rotonde, een driekwart rond. Hè. Kijk, dan ga je. En nu draaien. En dan even serieus. Even kijken, hij staat dus nu op zijn kok, dus moet ik hem. Ah, hij gaat goed. Dan ga ik even wachten op de fietsers. Kom op, dat kan beter. Mensen worden groter. Maar goed. Eén ding wat wel leuk is om te doen. 8.500 toeren! Om je een idee te geven hoe snel deze auto is, reden we ditzelfde stuk in een Rolls-Royce Ghost Black Badge, dus ook 600 pk, haalden we net tussen wat slingertjes op de autobaan hier. In Mexico daar. Oh, in Mexico. In Mexico hier. 250 was echt voor slinger beginnen en dan volgas, bam, bam, bam. Hier, als ik had gewild, maar ik zag schapen staan, ben ik die schrik anders van motorgeluid. Nou, ik had gewoon meer dan 300 kunnen halen. Echt een eitje. Zo ontzettend snel ding. Je verwacht het niet hè, van een Italiaanse supercar, ja toch wel.